Burgerman hier. We gaan even de snoeken aan. Lekker berven, een beetje trollen, kijken waar de vis ligt. Zo dik. Niet normaal. Wat een mooie lange vis. Ik denk dat het wel een dikke meter is. Niet normaal wel. Wat een ding. Een recordje. Het is weer zover mensen. Weekend, vistijd. Het is prachtig mooi weer. Het zonnetje komt mooi op. Ik heb de boot achter de auto. Ik ga vandaag een dagje alleen achter de snoeken aan. Lekker groot water, groot meer bij Burgum. Burgermeer. We gaan achter de snoeken aan, lekker werpen, een beetje trollen, kijken waar de vis ligt. Ik verwacht dat ze mooi ondiep liggen, het warmt goed op. Het is trouwens nu hartstikke koud, het was gewoon weer min 1. Maar ik heb er zin in, het lijkt echt een hele mooie dag te worden. Ik denk als ik straks op het water zit, dat het nog mooier te zien is. Maar ik ga snel de boot erin laten, hengeltjes inpakken en dan gaan we. Zonnetje komt op. Het lijkt echt een hele mooie dag te worden. Er staat een klein windje op. Het zonnetje komt echt prachtig op hierachter. En ik heb echt heel erg veel zin om te vissen. Ik ga vandaag vissen op snoek. Ik ga ze werpend en trollend proberen te belagen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga snel naar de stek toe varen. Ik ga kunsthuis eraan gooien en ik ga beginnen met vissen. Ik kan echt niet wachten. Ik ben vandaag alleen. Lege stoel voorin. Maar ik ga er een mooie dag van maken. Nou, ik ga niet vanzelf vandaag. Eindelijk de eerste, ik ga hem snel eruit pakken. Heel mooi stukje even aan het uitwerpen. Eerste snoekje. Heel mooi fel visje. Op een shed, werpend. Ja, hartstikke leuk. Het is echt, taai wil ik niet zeggen, elke visdag is leuk. Maar ze gaan niet vanzelf eraan hangen. Net eentje mis, hetzelfde stukje al. Dus ik denk dat hier wel een paar visjes uit gaan komen. Ik ga hem snel even onthaken. Terugzetten en kijken of we nog een nieuwe kunnen vangen. Zo, twee dikke vis. 90 centimeter. En een hele mooie. Harde wind, dus ik heb niks van een drill erop kunnen krijgen. Maar ik ben heel blij met deze vis. Maar een hele mooie vis. Mooi 90. Gelijk weer weg. Daar is hij. Tot nu toe 3 vissen. 1 mooie 80 er nog bij gevangen. Heb ik helaas niet op een film. Maar het is echt wel heel taai. Het is ondertussen 4 uur. Nou ja, dan te beseffen dat je om 6 uur al bij de trailerhelling was. Dus het wil nog niet heel erg goed. Maar het is echt prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt. Mooi windje. Eigenlijk perfect visweer. Maar ja, de wind is gedraaid. Het is nou harde oostenwind. Dus dat hoeft niet altijd goed te zijn. Ik zet nog even door. Ik hoop dat ik jullie nog een mooie vis kan laten zien. Anders is het niet anders. Morgen weer een boven. Klakje rondgevist. 12, 13 uur op het water. 3 vissen. Een stuk of 5, 6 gelost. Mooie vis erbij, dus dat was jammer. Maar het is niet elke keer feest. Ik heb heerlijk gevist. Gewoon de hele dag zon, de hele dag mooi weer. Gewoon harde wind, harde oostenwind. Nou ja, dat is misschien voor het vissen ook al wat minder. Misschien dat ze wat voorzichtiger waren vandaag. Het was een prachtige dag. Ik ga naar huis toe rijden. En morgen de radio wat ik ga doen. Vissen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik lig weer op het water. Gisteren echt een hele lange dag gevist. Vandaag ga ik iets korter vissen. Het is 9 uur. Ik lig net op het water. En ik hoop toch een beetje mijn snoekjes voor dit, of snoekbazen voor dit weekend te kunnen vangen. Gisteren viel een beetje tegen qua vangsten.
Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat doen. Het is een heel ander water. Gisteren op een groot meer met wat aftakkingen. Vandaag op een polderstelsel. Het water is hier echt 0.0 doorzicht vergeleken met het water van gisteren. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik hoop dat ik wat mooie vissen voor de camera kan laten zien. En ik ga vooral genieten, want het is alweer prachtig mooi weer. Yes! Dat gaat hier wat sneller dan gisteren. Hier sta ik eraan. Niet de grootste snoek, maar leuk visje. Ah, leuk visje. Mooie 60er. Niet groot. Mooi. Heel blij mee. Gaan we terug. Doei. Het water is echt troebel. Bijna geen doorzicht. Ik ga hem snel uitpakken. Ik zit net in een lipje gehaakt. Ik kom niet los, maar ik ga hem snel uitpakken. Mooi visje. Mooi dik. Heel leuk. Onder de parasieten, dus ze liggen strak tegen de bodem aan. Maar deze is... Deze kwam even los van de bodem om het aasje te grijpen. Het is hartstikke koud, harde wind. Maar dit maakt je weer even warm. Je gaat weer zwemmen. Ik heb ze weer. Wat was dat? Ja, dat is er weer. Hè? Is die mooi? Prachtig. Prachtig. Nou, een dikke vis in het net. Ik denk dat het wel een meter is. Een mooie lange vis. Ik denk dat het wel een dikke meter is. De bril staat er helaas niet op, want het waait heel hard. En dan verspil je hem als je gaat filmen. Ik ga het snel meten. Een meter. Nou, meter, precies. Een monster! Oh. Niet normaal wel. Wat een ding. Wat een recordje aan dit. Oh. Blij mee. Wat een monster. Dat is vet hoor. Ja, dit is... Zullen we hem meten? Ja, ik zie het zo wel. Record. Ja. Fotootje. Zet maar weer terug. Stouwen. Jongen. Nou, er wordt wel eens gezegd dat trollen, dat is een plug achter de boot gooien en meters maken. Dat is eigenlijk alles behalve. Je bent eigenlijk toch wel heel erg actief bezig met het opzoeken van de vis. Tenminste, als je dat wil en als je je vangsten wil verbreden, vergroten. Sommige mensen die gaan aan een rondje varen. Die varen bij een paar dorpen langs, bij een paar steden langs en hebben zo'n hele route. Ik doe dat niet. Ik zoek echt een stek uit waar wat vissen liggen, waar ik de vis verwacht. In dat stuk dat blijf ik steeds opnieuw overheen varen. Dan zie je dat in de vangsten zie je dat wel terug, dat daar gewoon veel meer, dat je daar veel meer resultaat boekt, dat je veel meer vangt. Dat doe ik met twee hengels. Eentje in de steun, eentje in de hand. Ik vis nou redelijk strak door de kant. Dus doe ik eentje in het schroefwater. Door dat woelwater krijgt hij een hele mooie actie. Dat lijkt net een gewond visje. En eentje in de hand. Die vis ik breed uit naar de zijkant. Die kan ik mooi actief sturen. Langs de rietkragen, langs de al opkomende waterplanten. Redelijk strakke hengels. Omdat ik steeds bezig ben met het vergroten van de actie. Dus ik versnel hem, ik vertraag hem. Ik laat hem soms even in één keer stilvallen, waardoor die plug natuurlijk even naar boven komt. En ik heb een rail erop in plaats van een molen. De overbrenging van een rail is veel beter dan die van de molen, omdat er natuurlijk geen beugel op zit. Deze komt gewoon gelijk op de spoel uit.
Dus veel beter in mijn opzicht. Mooie dikke vis. Niet heel lang. Maar wel aardig dik. Ik ga hem snel landen. Dan ga ik hem aan jullie laten zien. Mooi vis. Zonnetje gaat ondertussen bijna onder. Wat een dikke. Prachtig. Hele dikke buik. Klaar voor de paai. Wat een vis, hé. Prachtig. Ik denk een dikke 70 centimeter. Maar zo dik. Niet normaal. Tot snel weer terug. Nou, een prachtige dag. Betere vangsten dan gisteren. Ondertussen 7 stuks. 1 mooie meter snoek. En een mooie, nou ja, eind 70, begin 80. Dus echt een prachtige dag. Net als mijn broertje hebben een paar uurtjes opgestapt. Vang ook nog een leuk snoekje. Dus echt een hele mooie dag. Het weer is nog steeds echt prachtig. Het is ondertussen bijna 6 uur. En ja, is echt gewoon genieten. Laatste minuutjes van de dag. Even kijken of ik nog een mooie afsluiter kan vangen. Maar ik denk dat dit in ieder geval een hele geslaagde dag was. Nou, geen vangsten meer bijgeboekt. 7 stuks is bijgebleven. 1 hele dikke vis van, nou ja, 70, 80 centimeter. Dat ding had echt een hele dikke buik. En een metersnoek. Ik zeg topdag. Ik ga de boot eruit halen. Ik ga naar huis. Want het was weer een top visweekend. Prachtig weer. Harde wind, dat wel. Koud. Maar ja, mooie hobby hebben we niet, mensen. Super.